Elke dag arriveren er nieuwe vliegtuigen. Vol met nieuwe gelukzoekers. Nederland is de controle over haar eigen grenzen volledig kwijt. De Europese Unie bepaalt wie we moeten toelaten. En onze regering vindt dat prachtig. Het probleem van de massa-immigratie is nog altijd niet opgelost. De sluizen staan nog steeds wagenwijd open. Elke dag worden we geconfronteerd met de massa-immigratie. Hoofddoekjes, boerka's, minaretten, uitkeringsafhankelijkheid, misdaad. Het houdt maar niet op. Hele wijken worden geïslamiseerd. 40% van alle bijstandsuitkeringen gaan naar niet-westerse allochtonen. Marokkanen in Nederland zijn 5 keer vaker verdachten van een misdrijf dan autochtonen. Meer dan 60% van de Turken vindt dat Nederlandse vrouwen te veel rechten en vrijheden hebben. De helft van de Nederlandse moslims heeft begrip voor de aanslagen van 11 september. De PvdA komt nu met Job Cohen. Hij is 100% pro-islam. Hij steunde de komst van een radicale moskee. Cohen pleit voor een islamitische cultuur in Nederland. Het is niet zinvol om iedereen Nederlands te laten leren, zegt Cohen. Hij zegt, we moeten moslims accepteren die hun vrouw discrimineren. Zelfs handen schudden met vrouwen hoeft niet voor hem. Zijn eigen hoofdcommissaris van politie noemt hem een strandbal, meedrijvend op elke golf die voorbij komt. Thee drinken, dat is het laatste wat we nu nodig hebben. Job Cohen denkt onze problemen met de islam te kunnen oplossen door ervoor te capituleren. Wat Nederland nu nodig heeft, is een immigratiestop voor mensen uit moslimlanden. We moeten weer zelf gaan uitmaken wie we binnenlaten en wie niet. De Partij voor de Vrijheid kiest voor meer veiligheid en minder immigratie. PVV, lijst 5.